Een splinternieuwe classic track, alleen niet in de Wizlord Studios, maar in de Bullet Sound Studios. En waarom zitten we hier? Omdat de band waarmee ik hier aan de mengtafel zit, meerdere albums heeft opgenomen hier zich prima thuis voelt. Barry A., Rinus Gerritsen van de Goldeneering, verantwoordelijk natuurlijk voor... Radar Love. In the air. Veel mensen denken dat het liedje gaat over rijden in een auto. Ja. Dat begint natuurlijk gaat het ook wel een beetje precies, over. Precies, ja, maar dat is meer gewoon het algemeen. Hè. Maar waar gaat het liedje over? Het is eigenlijk, het is eigenlijk catastrofaal. Hij krijgt een ongeluk. Hij is onderweg naar zijn lief. En rijdt daarom waarschijnlijk te hard. En hij krijgt een ongeluk. Maar ik was toen al heel erg geïnteresseerd in telepathie en zo. En ESP noemen ze dat, die dingen. En, dat heb ik toen ook betrokken in die tekst. Dus dat er dus na zijn overlijden, dat er toch nog contact is. Terwijl hij rijdt, heeft hij ook contact met haar. Telepathisch bijna. There's a voice in my head that drives my heel. Dus hij hoort eigenlijk haar stem. Als we puur luisteren naar dit... I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Je zang los, je wordt een beetje je kop ervan. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. Lekker hysterisch. Ja. And it's a half past four and I'm shifting gear. En vooral deze. Ja, ja, ja. Ja, dat doe ik altijd. When she is lonely and the longing gets too much. Ja. She sends a cable coming in from above. Don't need a phone at all. We've got a thing, that's a cold red eye love. Maar vooral die tekst die ervoor zit, that's a cable from above, dat is gewoon een beetje die telepathie en die verbinding. Ja, maar ik luister nu alleen maar hoe ik aan het knijpen ben. Ja? Ja. Had je het heel anders ingezongen nu? Ja, nee, maar het is best wel hoger nog hoor. Ik bedoel, nu zeker. Ik was natuurlijk veel jonger toen. Maar wat ik wel erg goed vind, is dat was een tijd dat er niks werd gesleuteld. Nee. Aan stemmen hadden we geen tuning devices en al wat. Dus dat was gewoon zo. Hoe lang is het geleden dat jullie zelf de losse onderdelen terug hoort? Nou, ik nooit. Nee? Alleen in de studio natuurlijk. Toen het begon. Wat ik zo mooi vind van deze track is dat alle onderlinge instrumenten ook allemaal herkenbaar zijn als je ze los luistert. Als je daar de drums openzet, als je de drie veders van een drum openzet en ik laat alleen de drums horen, dan heb je gelijk Radar Love. Als je nu de drums dicht doet en je gooit de bas open, dan heb je gelijk de... Is het ook Radar Love? Gelijk herkenbaar. Ieder instrument heeft zo'n beetje... misschien kan je de gitaar openzetten van Shores. Heb je hetzelfde effect. Ja, daar zit die. 3 seconden is genoeg. En met de blazers geldt hetzelfde. Als je de zet je de blazers open? Ja. Heel goed, ja, oké. Ik vind dat bijzonder. Dat ieder instrument heeft zijn eigen rol in die plaat. En dat heb je niet altijd. Het begon eigenlijk dat in de repetitieruimte mochten we repeteren. En dan werd er gelijk opgenomen. Dat is nieuw voor ons. Dat hadden we nooit eerder meegemaakt. Dat is echt een luxe. En toen waren we daar met Radar Love. En eigenlijk was... de song was Shores die basriff speelt op gitaar. En dat klonk weer zo vol weer, weet je, dat we op een gegeven moment besloten van ja, laten we proberen iets een beetje leger te maken. En dat Rinus die baspartij speelt, en dat is dan daardoor heel herkenbaarder dan met gitaar. En dat Shores die antwoorden zou geven. Ja. En dat geeft ook wel de herkenbaarheid ook wel een beetje hoor, daarvan. Dus eigenlijk is de baspartij iets wat ooit een gitaarpartij was. Ja, we namen dat dan op, demo-staal, repetitie dan. En toen hoorden we gelijk al van wauw, dat klinkt wel heel erg goed eigenlijk. Het zit ook een mooi zit een goede dynamiek zitten. Het is nou de ritmesectie die gewoon de drive geeft. Ja. En de gitaar die een rol vertolkt zoals de zang dat doet. Als wij. Zie je hem staan, echt mijn vinger die... Wil je ook al horen? Nou dan als jij ook openzet, gaan we ook al luisteren. Als het in jouw dingen past. Nee, ja, tuurlijk. Ja, als jij ook al wil luisteren. Dus de losse gitaar van Eelco, voor de duidelijkheid, Eelco van Cuban in the Blizzard. Ja. Waarom speelde hij de gitaar in? Want je hebt een gitarist. Waarom heeft Sjors het gedaan? Nou, hij speelde erg goed slide gitaar. En dat was wel iets waar wij allemaal mee koketteerden, en Shores in het bijzonder. En Shores die speelde toen nog geen slide en die heeft het echt van Gelling overgenomen, geleerd min of meer. En dat is dat typische bluesgeluid wat ook bijdraagt aan het nummer volwassen te maken. Ja. Weet je? Dat wilden wij toen heel graag de muziek iets volwassener maken. Wil je hem los horen? Ja. Komt graag. Beter bluesy. Ja, dat is. Maar in combinatie met de andere, of met een heleboel, ineens hoor je hem dan.
Nou hoor hem. Down it, down it, down. Ja, wow. Ik vind het een gekke partij. Ja. En het is, het breekt echt open daardoor. Hè? Het is echt chapeau voor Ilko. Hij heeft wel eens eerder iets gedaan met een ander nummer, Bombay. Ja. Dat hij ook dat riedeltje opeens dat uit zijn mouw schudde. En hij was daar echt een meester in, gewoon om echt een punt op de i te zetten. Er is een ander stukje, dat zit in het begin, Barry. En ik heb meerdere keren gehad ik de plaat draaien in mijn radioprogramma. En dat een luisteraar zeggen van, wat zingt hij nou in het begin? Het is Barry, dat horen ze. Op het moment dat de bas en de drums beginnen te lopen, na dat intro, wat zing je? Ja, ik ben eigenlijk een beetje aan het oefenen. De toonsoort een beetje vinden en een beetje... Ik zing iets van driving, I'm driving, driving, driving. Omdat dat komt. I've been driving all night. Ja, ja. Dus ik zit een beetje die toon een beetje door me heen te spelen. Dus het was echt oefenen, maar het heeft de plaat gehaald? Ja, het heeft de plaat gehaald. Nou, we kunnen het nu losluisteren. Als jullie die andere schuiven dichtgooien, dan kan ik even dat ene stukje waar iedereen het over even heeft... Even highlighten. Even hele highlighten. Dan kunnen we zo goed verstaan wat er werkelijk gezegd werd. Ja. There's a voice in my head that drives my... There's a voice in my head that drives... Ja, dat is een voice in my head. Ja, dat is een voice in my head. Op dat album, Moontan, staan een heleboel liedjes die best lang zijn. De lengte van de liedjes waren eigenlijk allemaal niet zo potentieel radio. Maar toch is deze, hij is ingekort, want er zat nog een heel stuk in het midden, een heel solo stuk. In Amerika hebben ze me ingekort tot 2 minuten 20. Niet serieus? 2 minuten 20. 2 minuten 20. Het was eigenlijk, het was gewoon één couplet, een bridge en een refrein. That's all. Was dit de versie die Felix Murders te horen kreeg toen hij een recensie schreef over de plaat? Of? Ik denk, nou ja, we hadden had voor de single wel al iets ingekort, dus dat de solo iets korter zijn geweest. Ja. Felix. Maar niet zo kort als in Amerika, maar wel dat is zo'n 3 minuten. Felix schreef voor oor en wij waren toen echt, zoals ik al eerder zei, we probeerden gewoon een beetje op een volwassener niveau terecht te komen. En bladen als oor en zo, dat was van, oh, dat was voor ons belangrijk dat ze ons goed vonden. En toen schreef Felix, die schreef echt een vernietigende, maar dan ook... Je hebt de recensie meegenomen. Zal ik hem voorlezen? Ja, graag. Is dat oké? Okay? Ja. Nederlandse Deep Purple slaat weer toe. Het zaalpubliek zal zalig gunstig gereageerd hebben op dit nummer. Mij kan het matig bekoren. Toegegeven, Radar Love is een stukje afwisselender dan Buddy Joe. Zeker door de toevoeging van blazers. Het is even compact als vroeger. Maar de compositie is nog altijd het tere punt bij George Coymans en Barry Hay. Hiermee zal de Earring het door hen zo begeerde Engeland niet veroveren. Nope. Nee. Dat was het verhaal. En daar heb jij het resultaat. Dit is de platina versie van de opbrengst in Engeland. In Engeland, dames en heren. Het bewijs dat hij geen gelijk had. Ja, dat, moet dat hangt bij jullie naast elkaar. En ik snap bij mij hangt dat in mijn studio als statement van... Okay, ja, dat snap ik. Ja. Alles is mogelijk. Maar wij waren dus echt wel een beetje afgezekerd toen we die recensie... Want dat was voor ons zo begeerd dan, dat een oor een goede recensie krijgt. En toen Felix die sabelde dat echt neer en zat echt van, verdomme, weet je. Maar ja, wie het laatst lacht, toch? Ja, zeker. Wie kwam met het idee voor de blazers? Ja, daar houden we gewoon van blazers. Was gewoon, nou we toch lekker vet bezig zijn. Ja, precies. Laten we er blazers tegenaan gooien. En toch de ruimte hebben om het een en ander op te nemen. Laten we er gewoon, want die zijn ook, Nou, de synthesizer was ook net ingekomen, net zo'n beetje dat je dat had. Dus een blazers en een synthesizer om het een beetje vet te maken. Ja, synthesizer, weet je, ze zit hier. Ja, die ondersteunt de blazers heel erg. Zelfde, ja. Ja, maar als ze hier uitgebleven waren, dan een beetje Emerson, Lake & Palmer geluid, maar je mist dan toch gewoon dat echte lekker knetterende koper. Ja, geeft het wel een beetje... De drums, ik heb begrepen dat Cesar niet tevreden was eigenlijk met hoe hij het heeft ingespeeld. Hij had het liever... Nou, wat we net zeiden, we hebben eigenlijk de hele basistrack in één keer opgenomen. Ja. En hij was op een gegeven moment, hij was wel tevreden, maar hij had op een gegeven moment zat hij in de knoop af en toe. Vooral in die overgang naar die solo toe, dat hij ineens een ander tempo gaat spelen. Dat deed hij eigenlijk zomaar omdat hij eigenlijk niet meer wist wat er ook weer zou komen of zo. En dat werkte heel goed uit eigenlijk. Dus naar dat solo stuk... Hij zei ook dat hij dat nooit meer na kan spelen. Ja, dan gaat hij ineens een beetje jazz drummen en zo. En nu? Gaat hij een beetje jazzen? Oh, komt er nou? En dan pikt hij weer op. Ja. Wow. Hij was eigenlijk de weg een beetje kwijt daar zo. Maar eigenlijk komt dat grandioos geniaal over.
Hij sprong na dit nummer altijd over het drumstel heen. Dat was altijd het spektakel. Bij het, ja. Hij heeft een patinvereniging gezeten, hoor ik dat nou? Maakt het dat iets, makkelijker? Ja, nee, hij was basketballer, maar hij was wel heel sportief. Ja. En het was echt een dode sprong, hoor. Want hij moest op dat krukje gaan staan, want het wiebelt natuurlijk. En dan met één been zo'n beetje op die bassdrum. En dan gewoon echt hoog, hè. Hij ja, had, een, echt, had ook een soort T-stuk laten lossen. Onder zijn toms. Dus dan kon hij dus op zijn bassdrum en dan op zijn toms, die dat niet wegzakte. Oh, ja. En dan zei je al, dan ben je al dus op 1,5 meter. En dan nog een, zeg maar, een kleine meter drumpodium eronder. Dan zit je op 2,5 meter. En dan nog eens omhoog springen. Maar dat was, dus dan werd hij gelanceerd. En dan, niet meer, hè? In Amerika vonden ze het geweldig. Nee, maar hij deed niet meer. Hij kwam een keertje verkeerd terecht. Ja, en toen was het gelijk afgelopen. Het is natuurlijk een keer misgegaan. Ja. En dan de bas, en dan kijk ik naar jou, Rinus. Ik geloof dat het Radar Love laatst in een hitlijst is gekomen van de belangrijkste bassen uit, nou, hij stond behoorlijk hoog. Ze hebben toen, ja, bij het magazine De Bassist, hebben ze een soort ding uitgeschreven van een poll van wat is de meest opvallende bassong, wat is echt een bassong. Er zijn 50 songs uitgekomen en daar stonden we op één. Nou, je mag jezelf de solo credits geven, hoor, als je de drums uitzet. Pak je echt. Ja, maar ja. Dit is eigenlijk het solo gebeurt waar het vrij wordt, waar iedereen op los kan gaan. En dat het een bepaalde drive krijgt. Ik wil graag afsluiten met het einde, wat ook gewoon een fantastisch einde maakt, natuurlijk ook. Nog even één apotheose aan het eind. Alle instrumenten open. Bas en drums lopen al. Gitaren. Blazen. Blazen. En toen sprong je over de drums heen, was de plaat klaar. Ja. Helemaal te gek. En toen brak die zijn enkel. Super, helemaal te gek dit. NPO Radio 2.